Ja, dan zit ik te kijken naar die kakelende Kaag. Ja, de persconferentie van ja, we gaan het toch maar eerder doen, weet je wel. En dan weet je daar heel blij bij kijken ook. Zo van, oh kijk ons eens even, we doen het eerder. We doen het 1 april al. Oh, 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 oh. Nog steeds een paar weken weg voordat dat dan gebeurt. Maar ik zie haar staan en dan denk ik bij mezelf, ja weet je, kakelende Kaag, ik word er niet eens meer boos over, ik word niet eens meer kwaad gewoon. Ik denk alleen maar, jij kan het ook niet helpen. Ze kan het gewoon niet helpen. Dat is gewoon een rijke luisdochtertje. Dat is het gewoon, ja. En die is altijd heel beschermd en heel kakineus opgevoed. En ja, die heeft geen idee. Die weet niet wat zich afspeelt in de wereld. Die weet niet hoe dat is. Het woord sappelen kent ze helemaal niet. Dat mensen moeten sappelen. Die met zo'n loontje of met zo'n uitkering, maar moeten zien rond te komen. De hele Kaag. Nog nooit van gehoord, die weet helemaal niet eens dat dat bestaat. Dus enige empathie die je zou verwachten met die groep in Nederland, nou, dat bestaat bij haar niet. Een beetje zich inleven van hoe dat zou kunnen voelen, geen benul onze Kaag. Nee, die staat daar werkelijk kakelende Kaag te doen. En dan denk je, jij kan het ook gewoon niet helpen. Net als die Rutte, die zit ook maar in zijn ivoren torentje daar op het Binnenhof. En die hebben totaal geen touch meer met de samenleving. Zo'n mevrouw, ja weet je wat, en dan zegt ze ja, we doen er 17 centen af. Ha! 17 cent gaat er af. Maar het is nu rond 2,49. Kost een liter benzine. Ja. En ja, dus dan wordt het 2,32 of zo. Dan nog, in plaats dat je daar nou 50 of 70 cent afdoet en zegt oké, voor deze periode helpen we jullie even en dan gaan we ook echt helpen. Nee, dan doen we 17 cent. Dat is nou weer zo'n Nederlandse fooi. Het is weer helemaal niks. Maar los van die 17 cent waar je dus niks aan hebt. Die hele grote groep mensen, dat zijn er geloof ik 900.000 of bijna een miljoen, die tegen die armoedegrens aanzitten. Ja, die hebben waarschijnlijk niet eens een auto, dus die hebben er gewoon niet zoveel aan. Überhaupt aan die hele maatregel. Nee, nee. Die zijn alleen maar bezig met die gasprijs. Want daar gaat het om. Die gasprijs die veel te hoog is. En die mensen, dat schreven ze ook aan mij, schreven een vrouw van, ja nou ben ik een oudere vrouw en nou zit ik in de kou. Dat schreef ze aan mij. En dat vind ik dan zielig. En dat vind ik dan treurig. Maar ja, weet Kaag veel? Die snapt dat helemaal niet. Zoals mijn moeder vroeger. Die moest sappelen en op de kleintjes letten. En dan kregen we 's morgens alleen maar een beetje uit een fles havermoutpap. Dat was aan het ontbijt en dan een boterhammetje 's middags. En 's avonds dan kreeg je iets van macaroni, lekker goedkoop. En dan ging nou van die stukken ham in. En zo'n blikje van die tomatenpuree. En dat was hem. Dat was hem, vrienden. Maar weet Kaag veel? Kaag weet dat niet. Dus wat we kunnen vaststellen met z'n allen, het zijn maatregelen van niks, want die gast die gaat toch pas om 1 juli. Het is weer kakelende Kaag, maar goed, zij kan het niet helpen.